God heeft een mooie boodschap gegeven. En het gaat uit van een tekst van het Oude Testament. En dat is Jesaja 32, vers 17 en 18. En in Jesaja 32, vers 17 en 18 staat: en de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn. De uitwerking der gerechtigheid, rust en veiligheid tot in eeuwigheid. En vers 18 gaat dan verder: en mijn volk zal in een verblijf des vredes wonen, in veilige woningen, in orde van ongestoorde rust. Nou, vers 17, en de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid, rust en veiligheid tot in eeuwigheid. Dat is ook een beetje oud-testamentische taal, hè? Het is uit de NBG 51. En ja, dat past een beetje bij mijn leeftijd, maar ik wil het toch een beetje in het Rotterdams vertalen. Eigenlijk staat hier, en het product van gerechtigheid is vrede. Wat gerechtigheid uitwerkt, is voor eeuwig rust en veiligheid. Maar wat is dan gerechtigheid in dit verband? Nou, oud-testamentisch werden onze tekortkomingen, onze zonden, die werden bedekt onder het bloed van een lam. Er werd een offer gebracht, een dieroffer. En onze zonden werden bedekt onder het lam, onder het bloed van het lam. Daarom waren die offers ook nodig in die oud-testamentische tijd. Nieuw-testamentisch is er één offer geweest. Een heel groot offer. Het offer van Jezus Christus. Hij is aan het kruis gegaan om de zonde, om onze tekortkomingen, toendertijd, nu en in de tussentijd en in de toekomst aan het kruis te nagelen en te vergeven. En God zegt: jouw zonde zie ik niet meer. Ik gedenk ze niet meer. Ze zijn voor mij afgekocht door het bloed van Jezus. Als je de Heer Jezus aanvaardt als jouw verlosser. Jouw keus. Dat is jouw keus. Kijk, anders blijft de wet voor jou van toepassing. Want dat is Gods norm. De wet is Gods norm. Maar wij die de Heer Jezus hebben aangenomen, wij zijn gered door het offer van Jezus Christus. Onze zonden zijn weggedaan voor God. Wij zijn voor God zonder zonde en dat heet gerechtigheid. De gerechtigheid van God. Dat is wat Gods woord verstaat onder de gerechtigheid. En wij gaan dus uit van het feit dat wij gerechtvaardigd zijn voor God. Wij zijn voor God zonder zonde. Doe je dan nooit iets verkeerd? Ja, natuurlijk. Hester doet ook wel eens wat verkeerd. Louis ook. Ramon Shaida. We doen best wel iets verkeerd. Maar God ziet het niet meer. Waarom niet? Omdat wij Jezus Christus hebben aanvaard als onze verlosser. En toch breng ik het bij God. Als ik merk dat ik iets verkeerd gedaan heb. Waarom? Omdat we een relatie hebben. We houden van elkaar. God houdt van mij, God houdt van u en ik hou van God. Dat is wat gerechtigheid betekent in dit verband. Maar wat is dan de vrucht? En wat is dan de uitwerking? Want die tekst die zegt: en de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn. De uitwerking der gerechtigheid, rust en veiligheid tot in alle eeuwigheid. Nou, laten we eens kijken. Je gaat naar een tuincentrum en je koopt een aardbeienplantje. En dat aardbeienplantje zet je in de tuin. En na een verloop van tijd komen er van die rode dingen in. Eerst een beetje groen, dan worden ze rood. En als je er omheen blijft lopen en je zegt: waar blijft de vrucht nou? Dan kijk je over die rode dingen heen, want dat is namelijk de vrucht. Die aardbeidjes, dat zijn de vrucht. Maar, wat is dan de uitwerking? Nou, de uitwerking die vindt plaats als jij die aardbeidjes eet.
dan heeft het een bijdrage aan jouw vitaminebehoefte van die dag. Of in feite, het heeft een bijdrage aan jouw gezondheid. De vrucht zie je. De uitwerking zie je niet altijd. De uitwerking is iets wat van binnen plaatsvindt. Een verandering die van binnen plaatsvindt. Kijk eens even naar, stel je doet de opleiding. Je volgt de PABO. Na afloop van de PABO heb je dat papiertje. Maar dan, wat is de uitwerking daarvan? De uitwerking van jou laat zich zien in jouw ervaring en deskundigheid te zijner tijd. En het resultaat is dat je veel kinderen zal kunnen onderwijzen. Dat is de uitwerking. Een product zie je. De uitwerking zie je niet altijd. Maar hoe zit het dan met de vrucht van de geest? Ja, die vrucht die moet ook zichtbaar zijn in jouw leven. Die vrucht die zal zichtbaar worden in jouw leven. En jij zal daardoor, en dat is de uitwerking, meer op Jezus gaan lijken. Dus onthoud het zo, de vrucht is zichtbaar, maar de uitwerking is niet altijd zichtbaar. Dus de vrucht van gerechtigheid zal vrede zijn en dat is aan ons zichtbaar. We merken het als mensen hier de gemeente binnenlopen, dat ze zeggen, wat is het hier warm, wat worden we hier prettig ontvangen. Wat zijn de mensen vriendelijk, wat voelen we ons welkom hier. Dat is de vrede die zichtbaar is in ons leven, in u en in mijn leven. En ik hoop dat jullie ook op die wijze de mensen ontvangen je. Dus de uitwerking hiervan is in feite, dus de uitwerking der gerechtigheid, rust en veiligheid tot in eeuwigheid. Dat is in feite de volle zegen van God. Dus God die wil dat wij in zijn volle zegen gaan wandelen. Ja, waarom? Hij heeft zijn eigen zoon gegeven. Hij heeft het kostbaarste gegeven wat hij had. Dat wil zeggen dat hij zoveel van u houdt. Dat hij u alles gunt, die volle zegen. Hij heeft de dood overwonnen, hij heeft ziekte overwonnen, hij heeft al onze omstandigheden overwonnen. Dus hij heeft heel wat voor ons over gehad. En wie wilde leven in de volle zegen van God? Ja, ik ook. Ik ook. Ik zie gelukkig vele handen. Nou, de vrucht heb je, maar is de uitwerking ook voor jou? Want de vrucht heb je al. Die ligt gewoon klaar, die hoef je alleen maar te pakken. Net zoals dat aardbeienplantje. De vrucht moet je er wel afhalen. En zo is het ook. De vrede ligt klaar voor jou. En dat is de vrede in je hart, de vrede van God. Het is recht met God. Het is in rechte lijn met God. Je bent met hem in evenwicht gekomen door het offer van Jezus Christus. De vrucht heb je, maar is die uitwerking ook wel voor jou? Dus wie de Heer heeft aangenomen, die heeft vrede met God. Maar ga je ook genieten van die uitwerking? Want die uitwerking kan heel veel goeds betekenen voor jouw leven. En God wil dat wij ervan genieten. Anders zou hij deze tekst ook niet geven. Een oud-testamentische tekst die ook zo van toepassing is op deze tijd. Nou, ik ben op dit moment Jesaja aan het lezen. En Jesaja, die kenmerkt zich doordat hij heel veel aangeeft hoe God het wil hebben, maar ook geeft hij veel aan hoe God het niet wil hebben. En ik denk, dat verwerk ik ook in deze preek. Dus ik wil toch even erop ingaan hoe je niet in die rust en veiligheid kan komen. Nou, het zullen open deuren voor je zijn. In de eerste plaats, verdiep je niet in het woord van God. Ontwikkel geen relatie met de Heilige Geest. Doe dat vooral niet. Kom niet in de gemeente.
Wees vooral werelds in je doen en laten. Zo zou Jesaja dat doen. Hij zal zeggen hoe je het niet moet doen. Maar hoe wel? Nou, eigenlijk het tegenovergestelde, maar toch met een andere nuance. Verdiep je in het woord van God. Verdiep je in het woord van God. Want het woord van God is levend. En is als een tweesnijdend zwaard. En het scheidt van een hart en ziel. En de tekst gaat nog verder. Ontwikkel een relatie met de Heilige Geest. En daar heb je weer Gods woord voor nodig. Want de Heilige Geest spreekt altijd in lijn met het woord van God. Dus daarom is het wel belangrijk om je te verdiepen in het woord van God. De Heilige Geest kan jou leiden wanneer jij weet van en nu ben ik in lijn met het woord van God. Daarom is het zo belangrijk om je ook te verdiepen in het woord van God. Volg de Bijbelstudies. Verdiep jezelf ook in het woord van God. De Bijbelstudies volgens de basistraining hebben we hier. De Supernatural Bible Training en de Supernatural Bible College Training hebben we. Belangrijke trainingen waar heel veel uit Gods woord wordt uitgelegd, maar ook uitgediept. Want Gods woord is zo diep. Dus ontwikkel een relatie met de Heilige Geest. Wees fysiek deel van de gemeente. Ik vind dit ook belangrijk, ik heb het er net ook al genoemd. Maar ik vind het prachtig altijd, het voorbeeldje. Wij zijn als het ware een vuur bij elkaar. De Bijbel spreekt ook om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En wij zijn als het ware een vuur. Maar een vuur bestaat uit veel kooltjes of veel stukjes hout. En pak nou eens zo'n kooltje eruit, met een tang, en leg die ernaast. En leg die ernaast. Wat zul je zien? Dat kooltje is eerder uit als dat grote vuur. Als je een kooltje isoleert, dan gaat het uit. Duurt even, maar het gaat uit. Maar dat vuur, dat blijft nog lang aan. En dat symboliseert de gemeente. Wij kunnen samen elkaar aansporen tot liefde en goede werken. Dat is ook wat de Hebreeënbrief zegt. Wees fysiek deel van de gemeente. En groei naar het voorbeeld van Jezus door de vernieuwing van jouw denken. Bekering betekent eigenlijk anders denken. En groeien naar het beeld van Jezus, daar heb je een ander denken voor nodig. Daar heb je andere beelden voor nodig als het wereldse denken. Doe je het niet, volg je dit patroon niet, dan blijft voor jou van toepassing dat we je voortdurend moeten bemoedigen met een tekst als bijvoorbeeld Jesaja 41 vers 10. Jesaja 41 vers 10 is een prachtige tekst. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. En er zijn verschillende mensen die deze tekst ook nodig hebben vandaag. Want ik ben uw God. Ik sterk u. Ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Dat is een prachtige tekst. Een tekst van bemoediging. En hij geldt sowieso voor ons allemaal, deze tekst. Dit is wat God voor ons doet. Maar wij willen u niet hiermee blijven bemoedigen. Je groeit over deze tekst heen. Want als je een klein stukje verder kijkt, en Jesaja 41 vers 15, dat is waar wij voor bestemd zijn. Dat is waartoe wij bestemd zijn. Jesaja 41 vers 15 zegt, en dit is de Hebreeuwse tekst, hè? En die is altijd heel beeldend. Dus ik moet hem zo wel even uitleggen. In Jesaja 41 vers 15 staat, zie, ik stel u tot een scherpe, nieuwe dorslede. Dat is een werktuig. Dus God maakt ons tot werktuigen. En niet zomaar een werktuig. Dat is een werktuig met dubbele snede. En normaal gebruik je een werktuig
om te dorsen. Een dorslede gebruik je op het land om het koren te dorsen. Maar wat zegt hij hier? Hij dorst geen koren, maar gij zult bergen dorsen en verbrijzelen. En heuvelen zult gij tot kaf maken. Dus wij zijn niet bestemd om voortdurend bemoedigd te worden door Jesaja 41 vers 10. Fantastisch als het nodig is en fantastisch als je erdoor bemoedigd wordt. Maar wij zijn bestemd voor iets hogers. Wij zijn bestemd om een scherpe nieuwe dorslede te zijn. Een krachtig instrument in Gods hand. Dat is waar wij toe bestemd zijn. Geef God alle eer. Dat is waar wij toe bestemd zijn. Geef hem alle eer. Hij heeft jou bestemd tot een krachtig instrument waarmee je in feite het onmogelijke zal kunnen doen. Bergen dorsen is eigenlijk het onmogelijke. Leer omgaan met de omstandigheden en leer die omstandigheden te overwinnen. Wie is geroepen om Gods wil op aarde te doen? Ja, wij hè. Wij zijn geroepen om Gods wil op aarde te doen. Want wat zegt het woord? Het woord van God zegt in Psalm 115 vers 16. De hemel is de hemel van de Heer. Maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Deze tekst laat zien wat jouw positie is. Hij heeft jou gemaakt tot iemand die de aarde mag bewerken en bewaren. En ik gebruik hier dezelfde bewoordingen als die hij tegen Adam en Eva gezegd heeft om de Hof van Eden te bewerken en te bewaren. Dit is onze taak. Maar met z'n allen maken we er een zootje van. We hebben God nodig om het goed te doen. Met z'n allen maken we er een zootje van. Gelovig en niet gelovig. Daarom, geef God nooit de schuld van wat hier op aarde gebeurt. Wij verknoeien het zelf. Maar, u en ik, wij hebben de Heilige Geest ontvangen. En wij hebben een directe band met God. Als wij de patronen van God volgen, kunnen wij de wereld veranderen. Daarvoor heeft God jou geroepen. Wij zijn in beginsel wereldveranderaars. Maar daarvoor is het wel nodig dat wij die patronen van God volgen. Dat we zijn woord kennen. Dat we in contact staan met de Heilige Geest. En daar kom ik natuurlijk zo strakjes ook weer op terug. De hemel is de hemel van de Heere. Maar de aarde heeft hij de mensenkinderen gegeven. En om in die kracht van God te wandelen, daarvoor is het nodig om met de juiste bril de dingen te bekijken. En je kunt op een bepaalde manier naar de omstandigheden kijken. Oh, ik word weer aangevallen. Tjonge, jonge. Het gaat mij ook nooit voorbij. Het blijft maar bij me. Nou, ik weet wat er met je gebeurt. Je blijft gebukt lopen onder de omstandigheden van het leven. Want die gaan wel door. Er is iemand die deze aarde probeert te vernietigen. Maar je hebt daar de juiste bril voor nodig. Je hebt daar de juiste scope voor nodig. En hoe kijk je naar de dingen? Weet je, God heeft jullie geroepen en getrokken. Hij kende jullie al voor de grondlegging van deze wereld, en mij ook. En hij heeft jullie geroepen en getrokken. Waarom? Omdat hij een plan heeft met je leven. En hij wil dat je krachtig in dat plan gaat staan. En daarvoor is het nodig dat wij soms dingen leren te overwinnen om te groeien naar het beeld van Jezus. Even een vraag, heeft Jezus dingen overwonnen of niet?
Ja, ja. Dus zou hij dat ons voorbij laten gaan? Hij brengt je niet in de omstandigheden, maar hij gebruikt de omstandigheden om jou te laten groeien. Daarom, alles wat in jouw leven gebeurt, alles wat in jouw leven gebeurt, zie het als een uitdaging en niet als een omstandigheden van, oh, oké, daar ga ik weer. Maar zie het als een uitdaging en kijk hoe God jou daarin wil laten groeien. Dat is een andere bril. Dat is een andere scope. Met de juiste scope, maar ook met de juiste coping. God heeft jou gemaakt als een leeuw. Maar zolang jij je blijft gedragen als een marmot, schiet je voor iedere moeilijkheid je hol in. En verberg je jezelf. God heeft jou gemaakt als een leeuw en gedraag je niet als een marmot. Maar dat heeft ermee te maken, hoe beleef jij de dingen? Ben jij tekort gedaan in je leven? Ben jij misbruikt in je leven? Ben jij vernederd in je leven? Ja, dat is pijnlijk. Dat is best pijnlijk. Maar God wil dat je daar bovenuit groeit. En hij gaat je daar ook in helpen. En dat betekent dat je wel een juiste levenshouding moet hebben. Hoe ervaar je de dingen? Hoe ervaar je de dingen als stress en omstandigheden? En dat heet, hoe is jouw coping? Hoe ga je om met omstandigheden die stress veroorzaken? Je kunt het op een wereldse manier verwerken. Je kunt het zeker op een wereldse manier verwerken. Laat je emoties gaan en vermoei iedereen om je heen. Dat is een wereldse manier. Maar dat gebeurt vaak. We lachen erom, maar het gebeurt heel vaak. Maar andere mensen, die zoeken naar iets waardoor ze het kunnen vergeten. Hoe is het drugsgebruik? Of hoe is het drankgebruik in deze tijd? Apostel zegt wel eens, hij zat er zo stoer op, die Long John. Maar drink er genoeg van en dan ligt Long John. Ja. Zoek naar iets waardoor je het kunt vergeten. Dat is de wereldse manier. Vermijd moeilijke situaties of vlucht weg. Zoek steun bij andere mensen. Bij wie zoek je steun? Zoek je bij steun bij God of bij de buurvrouw? Of bij de buurman kan ook, hè? Bij wie zoek je steun? Zoek je steun bij God of zoek je steun bij de buurman? Of andere mensen die duiken in piekeren? Die piekeren, alsmaar piekeren. Is dat in lijn met Gods woord? Hij zegt vertrouwen. Vertrouw mij. Vertrouw mij. Of leg de schuld bij anderen. En ontken jouw verantwoordelijkheid. Of leg de schuld als een juk op je eigen rug. En ga kromlopen. Omdat je je zo schuldig voelt. Nee, Gods manier. Hij noemt het onder andere in Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laten jouw wensen door gebed en smeking bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal jouw harten en jouw gedachten behoeden in Christus Jezus. Dat is wat Gods woord zegt. En dan kom je weer uit bij Jesaja 32, vers 17. De vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn. De uitwerking der gerechtigheid, rust en veiligheid tot in alle eeuwigheid. Dat is wat God voor ons wil. Die rust en die veiligheid, dat die diep in ons zit. Zodat we vanuit Hem kunnen functioneren naar deze wereld toe. Dat we richting deze wereld
kunnen laten zien wie Jezus is. Maar ik wil wel zeker een nuance aanbrengen. Heb je heftige dingen in jouw leven meegemaakt? Ben je constant vernederd? Ben je misbruikt? Dan is het moeilijk om vertrouwen te geven. Want je hebt geleerd om op jouzelf te vertrouwen en er zelf voor te vechten. Om te overleven in deze wereld. Daarom wil ik daar zeker een nuance in aanbrengen. En heb je misschien hulp van buitenaf nodig? En ook wij als pastoraal team. Wij zijn er om jou te helpen daarin. Gebrek aan vertrouwen. Als je niet op je aardse vader hebt kunnen vertrouwen, dan wordt het ook veel lastiger om op jouw hemelse vader te vertrouwen. Maar daarin zijn we er zeker om je te helpen. En soms heb je daar inderdaad langduriger hulp voor nodig. Nou, hoe behoort jouw denken te werken? Nu je de Heer Jezus hebt aangenomen, Hij jouw verlosser is. En Gods woord zegt, wordt hervormd door de vernieuwing van jouw denken. Hoe hoort jouw denken te werken? Jouw denken behoort te worden aangestuurd door de Heilige Geest. De Heilige Geest die jouw geest aanstuurt. Zo is het door God ook bedoeld geweest. En God heeft ons geschapen naar geest, ziel en lichaam. In die volgorde. Waarom in die volgorde? Omdat de geest, God is geest, en onze geest communiceert met Gods geest. Maar door de zondeval zijn wij gaan reageren, niet op wat Gods geest tegen ons zegt, maar door alles wat wij zien, horen, voelen, ruiken. Alles wat te maken heeft met wat we zien, wat we horen, wat we voelen, wat we denken. En dat is niet de weg die God gekozen heeft. God wil met jou communiceren door zijn geest en jou aansturen door de geest. Dus we zijn in feite gaan reageren zoals Satan wilde. Lichaam, ziel, geest. In die volgorde. Lichaam, wat je ziet, wat je denkt, wat je hoort, wat je voelt. Aanstuurt jouw ziel aan en daar acteren we op. Maar dat is niet Gods bedoeling geweest. De bedoeling is dat wij volledig gebruik maken van de Heilige Geest. GPS. God's Present Strong. En weten we hem? Hoe doen we dat? Constant contact. Constant contact met de Heilige Geest. Voortdurend afstemming. En dat hoeft niet alleen in je stille tijd te zijn. Nee, constant contact is in de auto. Is op je werk. Is waar je ook bent. Daar geeft God de mooiste dingen door. Dikwijls als je ontspannen bent. Constant contact. En dan constant check. Toets wat je aan het doen bent met de Heilige Geest. Toets het. Zit ik op de goede weg? Ben ik het op de juiste wijze aan het doen? En dan constant counsel. De Heilige Geest geeft je leiding. Hij stuurt je. Hij counselt jou als het ware. Hij geeft jou richting. Hij geeft jou richting. En dan gaan wij het levend maken. Want zoals ik al eerder gezegd heb, de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Dus God vertrouwt op jou om verandering te brengen in deze wereld. Om verandering te brengen in de harten van je buurman. Om het hart van je buurvrouw. Om het hart van jouw neef. Het hart van je nicht. Van de mensen in jouw omgeving, van jouw collega. God vertrouwt op jou. En daarom is het belangrijk om ook uit te stappen en te proclameren.
En dan komen we bij de vierde CC. Constant calling into being. Vorige week heeft de apostel genoemd constant creative. Maar hij heeft woensdag uitgelegd, eigenlijk moet dat zijn, constant calling into being. Net als Abraham, die van God de dingen tot aanzijn moest roepen. En God heeft jullie en mij zo gemaakt dat wij alles tot aanzijn kunnen roepen. We creëren als het ware de situatie zoals we het willen hebben. Waarom? Omdat we gemaakt zijn naar het beeld van God. En God heeft alles gemaakt door te spreken. En als jij gemaakt bent naar het beeld van God, heeft jouw spreken kracht. Heeft jouw spreken scheppende kracht. Daarom, constant calling into being. Constant contact, constant check, constant counsel, constant calling into being. Wat zegt de Bijbel in Colossenzen 3 vers 1 en 2? Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde. Ik geloof dat ik de verkeerde tekst heb opgegeven. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde. De Heilige Geest werkt door jou. Aan wie je denkt, over wie je droomt, breng ze in gebed bij God. Kijk, het kan, ik weet regelmatig, als ik vroeger naar mijn werk liep, naar de metro, en dan met de metro naar kantoor ging, en onderweg, dan schoten mij soms namen te binnen, of mensen te binnen, of ik dacht aan mensen. En ik ben een persoon, net als jullie, geleid door de Heilige Geest. Dan weet ik dat Gods Geest tot mij spreekt. En dan kan ik allerlei dingen over die mensen denken, maar waar het om gaat is dat je hem voor Gods, hem of haar voor Gods troon brengt. God werkt door jou heen. En hij wil de aarde beïnvloeden door jou heen. Dat is wat hij wil. En Gods woord werkt op basis van geloof. Op basis van jouw geloof. Geloof betekent dat je ervan uitgaat dat het zichtbare uit het onzichtbare voorkomt. Hebreeën 11 vers 3, en dan heb ik de versie uit het boek genomen, daar staat, door het geloof weten wij dat het heelal door het woord van God gemaakt is. Dat het zichtbare uit het onzichtbare is voortgekomen. En jij bent geschapen naar Gods wil. Dus dit geldt ook voor jou. Jij kunt het zichtbare uit het onzichtbare proclameren. Want je bent gemaakt naar Gods beeld. En dat is heel belangrijk dat je dit doet vanuit het geloof. Want God werkt op basis van geloof. En ook Jezus acteerde op basis van geloof. Van de week zaten we met de medewerkers hier te praten. En ik had gezien ook uit Gods woord, dat Jezus, die reageert dikwijls niet op de nood van de mensen, maar hij reageert op het geloof van de mensen. Ik weet wel, vroeger werd heel erg de nadruk in mijn oude kerk gelegd op de ontferming van Jezus. Jezus is zeker met ons bewogen. Hij heeft zeker ontferming voor ons. Maar zijn wonderen en tekenen komen niet voort uit ontferming, maar uit geloof. Wat hij zegt, bijvoorbeeld het gedeelte over de Canaanitische vrouw. Daar blijkt het heel duidelijk uit. Matteüs 15 vers 21 tot 28, daar staat, ik zal het voorlezen. En Jezus ging vandaar en trok zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit dat gebied kwam en riep, heb medelijden met mij, heren, zoon van David. Mijn dochter is deerlijk bezeten. Hij echter antwoordde haar geen woord. En zijn discipelen kwamen bij hem en vroegen hem, zeggende, zend haar weg, want ze roept ons na. Hij echter antwoordde en zeide, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls.
Maar zij kwam en viel voor hem neer en zeide: Heere, help mij. Hij echter antwoordde en zeide: Het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij zeide: Zeker, Heere, ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wenst. En haar dochter was genezen van dat ogenblik af. Even de vraag: reageerde Jezus hier op de nood van die vrouw? Nee, hè? Hij reageerde op het geloof van die vrouw. Daardoor werd ook de bloedvloeiende vrouw genezen. Jezus sprak niet eens tot haar. Van achteren raakte ze zijn kleed aan. En als je gaat kijken naar Jairus. Jairus, Jezus reageerde op het geloof en zijn dochter werd genezen. En de hoofdman, nog sterker. Die zei: spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen. En hij genas. Jezus acteerde hier op het geloof van de mensen. Er zijn overigens wat situaties dat hij wel reageert op de ontferming van mensen, hoor. Bijvoorbeeld in Bethesda. Daar wordt niet over het geloof van die man gesproken. Maar wat belangrijk is, is dat Gods woord laat zien dat Jezus vooral reageert op basis van geloof. Ook op uw geloof. Wat je spreekt, spreekt dat in geloof. Wat je proclameert, proclameer dat in geloof. Waarmee je, met wie je bidt, doe dat in geloof. Geloof voor jouw bijdrage in het bovennatuurlijke. Geloof voor jouw bijdrage in het bovennatuurlijke. God heeft ons gemaakt voor het bovennatuurlijke. Wij communiceren met zijn geest. Hij heeft ons uitgekozen om te functioneren in het bovennatuurlijke. Wij zijn door God voorbestemd om te functioneren in het bovennatuurlijke. Wij zijn gemaakt om te opereren in het bovennatuurlijke. En dan kom je weer uit bij Jesaja 32, vers 17. Rust en veiligheid tot in alle eeuwigheid. Waarom? Omdat wij volkomen vertrouwen op onze God. En mogen vertrouwen op onze God. Gaan we daar naartoe? Amen. Amen. Dit was de boodschap van vanmorgen. Een geweldige God hebben wij.